Het directoraat Cultuur vindt het nodig dat er nu meer dan ooit aandacht wordt besteed aan het immaterieel erfgoed. In dat kader wordt er een driedaagse Vosteen Koekeroe Festival georganiseerd, waarbij authentieke gerechten en lekkernijen uit de Surinaamse keuken aan de man zullen worden gebracht. Directeur Roselien Daan zegt dat het festival niet is bedacht om iets leuk te doen. Het is bedacht om aspecten van de Surinaamse cultuur te helpen waarborgen. Daan legt uit welke doelen worden nagestreefd met dit Vosteen Koekeroe Festival. Ik denk dat u allen, zo niet een goed deel van u, wel eens gehoord zou moeten hebben van uw arts: gezonder eten. Wat is gezond eten? Wat zetten we in onze voeding? Hoe eten we? Zijn het die snelle hapjes? Is het even uit de kast gehaald of snel in de microwave gestopt? En dan ga je naar hoe hebben onze voorouders het gedaan. Want dat is ook onderdeel van cultuur. Het borgen, het beschermen van wat er toen was. Dat mag niet verloren gaan. Het is een deel van Suriname. En daar hoor je de verschillende perspectieven van hoe eten toen werd bereid en hoe we dat nu doen. En blijkt dat een heleboel van de keukens die we nu kennen, een kleine, ik zal niet zeggen onderzoek, maar een kleine steekproef bij die keukens heeft geleerd dat ze het anders doen. En het anders zonder hen te veroordelen, het is allemaal lekker natuurlijk. Maar wat er toen was, mag niet verloren gaan. Dat is... Daan zegt ook dat Suriname geen eigen festival heeft die gedragen wordt door de overheid. Dit festival zal daarin verandering brengen en zal ook maken dat buitenlanders erop afkomen zoals dat het geval is in het buitenland. Chiquita Vinkwolk, projectmedewerker, is net als de directeur en onderwijsminister Marie Levens ervan overtuigd dat het project zal uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement. Ze legt uit waarom er gekozen is voor een Vosteen Koekeroe. En zonder afbreuk te doen aan al die leuke, nieuwe, lekkere keukens, willen we toch wel terug naar een echte Suranaamsani. We willen dat onze kinderen weten wat Blanco Noedro is. We willen weten wat onze kinderen weten, dat onze kinderen ook weten hoe roti buiten gemaakt werd. Toch dat echte Vosinjani. En daarom is ons uitgangspunt dat de mensen die daar staan, die drie dagen, dat ze authentiek voedsel presenteren. Wat bedoelen we met authentiek voedsel? Het eten wat die mama maakte vroeger. Weet je, die nanny maakte vroeger, die je overgrootmoeder maakte vroeger. Niet het eten met bouillonblok en potjes char siu en allerlei potjes en flesjes. Nee, dat echt origineel eten. Vinkwolk zegt dat participanten aan dit festival enthousiast zijn om daadwerkelijk de vosteengerechten te maken. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is ervan overtuigd dat het Vosteen Koekeroe Festival 2022 een groot succes zal worden. Het festival begint op 2 september en gaat door tot en met 4 september en zal gehouden worden op het Onafhankelijkheidsplein.